Hallo, Miss Sims hier en vandaag ga ik proberen Ariana Grande te maken. Oké, dus dit gaat heel moeilijk zijn. Het is de eerste keer dat ik zoiets probeer en laten we zeggen dat ik heel gestresseerd ben. Ik heb geen idee hoe deze eruit gaat zien, maar ik hoop dat het gaat lukken. En we zullen zien. Oké, eerst en vooral. Oh, nope, 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 nope. Dat ging al goed. Ariana is zo mager. Echt, ik heb een foto van haar naast mij. Dat klinkt zo creepy, maar het is niet creepy, ik beloof het. Wacht, een beetje verder zoeken naar goede foto's. Ariana Grande is zo mager. Jezus, niet normaal. Oké. Ik ga haar maken hoe ze nu is. Ik hoop dat dat goed is voor iedereen. Is in. Ja, is echt heel mager. Ik hoop echt dat dit gaat lukken, maar ik beloof niks. Is ook niet echt heup. Ik denk dat dat ongeveer juist is. Dat ziet er ongeveer juist uit. Ja. Nu haar. Ariana is iets meer naar de donkere. Dat is dichtbij, denk ik. Zo wat olijfkleurig. Denk ik. Alhoewel, misschien is dat erover. Oh. Nee. Misschien is deze beter. Ja, dit is beter. Oké. Okay. Eerst een goede gezichtsvorm kiezen om mee te beginnen. En hij heeft echt een heel smal hoofdje. Oh. Zoiets ongeveer. Een vrij gedefinieerd. Deze ziet er zo eng uit. Kin. Ik ben er echt heel slecht in. Duidelijk. Ze heeft toch wel bollere. Oh god. Zoals dit. Nee, ja, het langste zaken. Alhoewel, haar kin steekt al vrij veel. Niet een slechte manier of zo. Maar ik vind Ariana heel mooi. Trouwens. Deze gaat zo moeilijk zijn. Deze vrouw wel haar neus. Om heel eerlijk te zijn. Haar lippen zijn zeker anders. Ze heeft niet zo. Ze heeft maar een heel kleine. Ze heeft een vrij bredere mond. En niet zo. Kan ik deels niet veranderen?
iets breder. Haar gezicht, de gezichtvorm is vrij goed. Moet ik zeggen. Mijn mond staat zeker vast hoog. Dat is veel beter. Mond ziet er nog helemaal niet uit als Ariana trouwens. Dat is het soort mond dat ik zoek. Dat is wel een mooie glimlach. Ze heeft ook vrij dikke lippen. Allee, niet dik, maar plump. Kan haar andere lip iets dunner? Daar is goed. Dat is haar mond. Oeh! Eén ding geslaagd, vind ik zelf. Ik heb ze hier naast elkaar en ze begint erop te lijken. Om heel eerlijk te zijn. Cool. Ik zie haar neus. Ze heeft een rechte neus. Iets hoger. Haar ogen. Is naar een andere foto kijken. Mijn neus is... Dat is beter. Op alle foto's heeft haar ogen zo wat kleiner gemaakt. Ik weet niet... Okay, op deze foto is haar hoofd nog dunner. Jeez. Is dat meer haar hoofd? Oh, dat ook niet doen. Oh, oh. Probeer gewoon het hoofd vast te pakken. Ze heeft heel vriendelijke ogen. Bruine. Iets donkerder. Dit is heel... Ja, ze heeft heel donkerbruine ogen. Dit is... Te licht. Deze is het beste dat ik kan evenaren van kleur. Echt hele mooie ogen. Deze lijkt op haar... Oeh. Deze lijkt op haar ogen. Iets kleiner. Deze lijkt op Ariana. Denk ik. Hoop ik. Ik vind van wel. Ik vind dat deze op Ariana lijkt. Ik hoop. Ik hoop het. Ik bedoel. Wenkbrauwen. Oh. Ja. Nee. Ariana heeft wel zo'n week. Ze kijkt altijd... Een beetje... droevig. Nee, niet droevig, maar moet ik het zeggen. Ja, zo. Deze lijkt echt op Ariana. Ik verschiet van mezelf. Ik vind dat dit echt op Ariana lijkt. Ik kan niks meer aan haar gezicht veranderen, want ik ben echt trots op hoe het eruit ziet. Ik
vind dat het echt op Ariana lijkt. Oh, dat was niet de bedoeling. In ieder geval, nu haar haar. Oei, oei. Ik zou voor zoiets willen gaan, maar ze weer. Misschien meer zoiets. Ik weet niet hoe ik haar haarkleur ga evenaren. Misschien zoiets dan weer bij. Op de Kids' Choice Awards had ze meer zoiets. En dan in Problem had ze meer zoiets. Misschien die. Nee, dat is mijn graas. Ja, zoals in Sam & Cat of Victorious. Dat had veel makkelijker geweest. Ga ik voor deze look? Welk haar geef ik? Deze met krullen en zo. Zo zien we haar vaak, met krullen. Nee, niet zo, maar... Oh, het is zo moeilijk om een haarstijl te kiezen. Zoiets doet ze ook wel, soms dan een stijler. Ik zie echt een gelijkenis. Het is niet perfect. Maar ja. Zo'n haar heeft ze nog nooit gehad. Zo moeilijk. Gewoon een staart. Is er nu een strik of zo? Hadden dat cool geweest. Ariana, haar haarstijl zit er niet echt op. Het is zo ver... We zijn daar gewoon met krullen. Dus misschien moet ik gewoon de krullende haarstijl nemen.